Gras Jeugdwerk is een welzijnsjeugdwerkorganisatie die over heel Antwerpen met kinderen, tieners en jongeren werkt in de verschillende wijken. En wij focussen vooral op kansarme jeugd. We gaan hier een toernooitje spelen, een mini-WK. Nee. Niks Marokko. Marokko doet niet mee, die moeten hun eigen eerst plaatsen. Zaterdag 21 is er hier een heel groot festival, Borgerio genaamd. De naam doet al vermoeden natuurlijk dat het vrij exotisch is. Borgerio heeft vorig jaar een 40.000 bezoekers getrokken. En dat is natuurlijk fantastisch voor een district als Borgerhout. Geen duwen, geen tackles, zavelbalregels. Dat is eigenlijk een wereldfestival. Je kunt eigenlijk op wereldreis komen in Borgerhout. Dus er gebeurt van alles. Muziek, dans, cultuur, sport. Er is voor iedereen is er iets te beleven. Ruimte zoeken en bewegen. En bewegen. Weg. Open. Wij gaan ons vooral bezighouden met het sportstraatje. We gaan heel veel met voetbal doen. Er is een voetbalmuur. Er is een doelschieten. Er is een pannatoernooi. Er is ook s'avonds een groot scherm waar we de WK-wedstrijd van die dag zelf kunnen volgen. Er is ook natuurlijk ruimte voor andere sporten, maar voetbal staat uiteraard centraal deze jaar. Oké, hoe is de volgende? Kom! Hey, praatjes aan doen! We doen dat al aan verschillende jaren. En ja, we vinden dat eigenlijk fantastisch, omdat die mengelmoes van culturen, van sport, dat is eigenlijk voor ons een doelgroep is dat iets fantastisch, dat ze op één dag een hele hoop zaken kunnen meenemen. Geniet tijdens Borgerio op 21 juni van een exotische parade, veel muziek en lekker eten, maar ook van sport en marktjes. Voor het volledige aanbod surf naar borgerio.be.